Op 1 november ging het project Nunne brandveilig van start. Dit is een gezamenlijk initiatief van de gemeente, de brandweer en woningbouwvereniging Helpt Elkander. Ja. Dat is een initiatief van de brandweer. Brandweer Nederland wil mensen bewuster maken van hun eigen brandveiligheid. En zijn het brandveilig leven begonnen. Een project om mensen meer bewust te maken, een stukje voorlichting te geven aan de mensen over brandveiligheid in hun eigen woning. Ik heb met het project Nunne Brandveilig samen met de gemeente om tafel gezeten om het op te starten. En we hebben daarbij ook de woningbouwvereniging Helpt Elkander benaderd, omdat zij veel woningen bezitten in Nunne, waar voor ons natuurlijk de doelgroepen wonen die wij graag willen benaderen. Mm-hmm. En zo zijn we met z'n drie eigenlijk een convenant afgesloten, zodat we sowieso alle huurwoningen van Nunne gaan voorzien van een rookmelder. Alleen de huurwoningen of ook de koopwoningen uiteindelijk? Nee, we hebben de huurwoningen van woningbouwvereniging Helpt Elkander. Die zullen voorzien worden door de woningbouwvereniging. Die kosten zullen zij ook dragen om daar ook melders in te plaatsen. En we gaan ook graag daarna de particuliere woningen langs om mensen bewuster te maken van het brandveiligheidsbewustzijn. We gaan even de brandveiligheid van de woning even na. Er zijn een paar simpele vragen. Het project is van start gegaan in Gerwe. Vrijwilligers van de stichting Leefbaar Gerwe plaatsen de eerste brandmelder bij mevrouw Van der Zanden. Maar is het nou niet eigenlijk gewoon de eigen verantwoordelijkheid van een bewoner om te zorgen voor een brandveilig huis? Ik bedoel, je sluit ook je deur als je van huis gaat. Ja, dat klopt. Mensen zijn zeker daar zelf verantwoordelijk voor. Alleen mensen zijn er vaak niet mee bezig. Mensen zijn vaak met inbraakveiligheid bezig, met verkeersveiligheid. Maar brandveiligheid wordt vaak over het hoofd gezien. En dat is juist een belangrijke factor voor ons om daar de winst in te behalen. Mensen zijn zich niet bewust dat een klein brandje binnen 3 minuten een uitslaande brand kan worden. En vroeger hadden mensen 10, 15 minuten de tijd om te vluchten. En tegenwoordig staat binnen 3 minuten met alle kunststoffen, binnen 3 minuten heel je woning in brand. Ja, goedemiddag. Mag ik nu de brand weer? Ik heb een brandje. In de bouw van tegenwoordig en ook alle meubilair zitten enorm veel kunststoffen verwerkt. En die branden heel goed en die geven enorme giftige gassen af. En mensen beseffen zich ook vaak niet dat het niet het vuur de dodelijke oorzaak is, maar de rook in een huis dodelijk is. Wow, ja, oh, yeah. Dat hoort u wel, hè? Ja, die hoort u. Het is een apparaat wat meegaat tot, het wordt september 5, 2011. Dat is waarschijnlijk de productiedatum. En die is houdbaar tot de 5e maart 2022. Dus in principe gaat die 10 jaar mee. Alle 725 huizen in Gerwe zullen de komende maanden worden bezocht. De eerste brandmelder. Daarna zijn Nederwetten en Eenheid aan de beurt. Het project richt zich in eerste instantie juist op de kerkdorpen vanwege de grotere afstand tot de brandweerkazerne. Daarna komen de woningen in de kom van Nunne aan de beurt. Kijk. En als ik niet wil wachten tot de vrijwilligers langskomen, maar nu al nieuwe rookmelders in mijn huis wil hebben, waar kan ik hem melden? Ja, bij elke bouwmarkt zijn rookmelders te koop. Alleen ik zou wel even kijken dat je rookmelders neemt die een accu in de rookmelder zit die minimaal 10 jaar meegaat. En daar gewoon naar vragen bij de bouwmarkt. Die zijn gewoon te koop. De vrijwilligers zijn opgeleid door de brandweer. Hoe gaan ze nu verder te werk? Nou, we hebben de training gehad en een voorlichting bij de brandweer van Nunne. En nou gaan we samen zoeken welke omgeving mensen het beste bekend zijn. We willen gebruik maken van vooral het sociale aspect. En de mensen bezoeken. Als je zegt van nou, ik woon in die straat of wijk, dan ga ik mijn eigen wijk doen. Heeft u al ervaringen, zeg maar? Hoe wordt het project ontvangen door bewoners? We hebben een aantal woningen gisteren gedaan, hè, want dat was de aftrap. Dat was 1 november. En de mensen zijn enthousiast. Die zeggen, goh, is leuk, we krijgen de aandacht en we gaan kijken wat wij kunnen verbeteren. En dat is bijzonder fijn om te horen. Ja. Straks zijn alle huizen voorzien van een rookmelder. Is het dan klaar of moeten die dingen onderhouden worden? Ja, ze moeten onderhouden worden. De brandweer geeft een tip om 1 keer in de week even de melder te activeren.
En maandelijks rondom even schoonmaken. En het front zijn met een droog doekje of met de stofzuiger eventjes erlangs. En dat is alles wat je nodig hebt om dat ding te onderhouden. Brandweerkazerne nu nog straks sluiten? Nee, de brandweerkazerne kan zeker niet sluiten. Als mensen rookmelders plaatsen, gaan er niet minder branden plaatsvinden. Branden zullen blijven. En rookmelders signaleren alleen een brand. En de brandweer zal sneller daardoor gealarmeerd worden, maar we zijn zeker nog nodig. Als alles volgens planning loopt, zijn medio 2016 alle woningen in onze gemeente van rookmelders voorzien. Okay.